Dus pak de fiets, de auto of de bus. Het wordt een hele toffe show. Kinderen, wil je niet in hun vrijheid hinderen? Ze moeten al zoveel minderen. Daarover gaat dit jaar's verhaal. Die is 6 jaar en soms een beetje raar. De juffen staan al klaar. Op je stoel, geen gejoel. Je bent hier met een doel, want in groep 3 is er geen plaats meer voor poëzie. Je krijgt een sticker of je krijgt hem niet. Het spel is uit, nu word je groot. Lezen, dat word je dan onderwezen. Net zo lang tot je hebt bewezen dat je de letters goed begrijpt. Maar A, B en C is toch wel wat cliché. Wat kan je daar nu mee? Zonder sol in je bol hou je het niet lang vol. Want die jazz cats, die hebben niks met dat vaag geklets. Grammatica is nogal ouderwets. Zij zingen in hun eigen taal. Lisbeth Kooltof, de artistiek leidster van de... Hey Paul! Hey Lisbeth! Ja, het gaat goed. Ik dacht ik bel nog heel even. Ja, dat... Succes wensen. Ja, dankjewel. Ja. Het is zo jammer dat ik niet bij kan zijn. Nee, dat... Maar ja, zoals je weet zit ik in Charles van Hout en Duisseldorf. Ja, ja. Overigens, fantastische plek.
Ja, is dat zo? Assistenten van assistenten. Ja, dat zal wel, ja. Dat je die smoke nog aan. Tof hoor, dat jij die stipdag dit jaar voor je rekening neemt. Nee, maar... Vooral omdat jij altijd van die goede ideeën hebt. Ja, vind je? Nou... Je gaat er vast iets van hebben. Nou ja... Niet alleen dan van de lullige act van jou. Nee. Het theater hier. Nee. Maar gewoon... Ben nog verder, goede teksten, ja. Echt een indruk geven wat we allemaal gaan doen. Ja, nee, dat ga ik zeker doen. Zo leuk dat mensen nu kunnen zien hoe jij het aanpakt. Ja. Of als het voorproefje gewoon over 3 jaar. Echt, ja. Als jij er bent. Ja, nee, dat wordt wel leuk, denk ik. Dat vind ik heel leuk. Ja. Ook de voorstelling die ik ga maken, ga ik presenteren. Oh ja, leuk, leuk. Ook wel grappig, hè? Ja. Want René van de Bonte Hond, ook een voorstelling met die naam maakt. Oh ja, zit in de sterren waarschijnlijk. Ja. En zo zie je maar, hè, wat voor een band René en ik hebben. Ja, zelfs als ik onafhankelijk van elkaar bedenken. Ja, René is geweldig, vind ik ook. Is het gelukt met de hobby's, hè, die hij gaat schrijven? Nou, ik ben... En acteurs, kunnen die allemaal? In principe wel. Ik zie het van. Ja. Muziek? Ja. Wat had je voor muziek gedaan? Nou, ik dacht iets van... Ja. Nou, ik zelf nooit kunnen bedenken. Nee. Maar, leuk voorstel. Ja, leuk. Oké. Okay. Ja, heel leuk eigenlijk. Oké. Nou goed, dan komt Jabbo op. Ja. Denk ik. Ja. Als een doorgedraaide en over top presentator. Een beetje kruising van Jerry Springer en Linda de Mol. Ja. Met zo'n lekker spraakbak, vettige haren, big smile en veel te harde stem. Lukt dat? Dat doet hij heel goed, Jabbo. Ik vind het zo doen. Ja. Maar goed, eerst praten met het publiek en dan de aankondiging. Ja. Wat hebben jullie geschreven? Nou, kijk, we hebben nu zoiets als welkom. Dit is een voorstelling over talent dat wacht om erop ontdekt te worden. En dit wordt leuk, leuker, leukst. Dit wordt de leukste show die de toneelmakerij ooit heeft gemaakt. Dit wordt superleuk. Hartstikke goed. Ik vind het toon ook heel erg. Ja? Maar misschien moet je nog iets zeggen over dat kinderen er ook echt voor zelf maar voor moeten zorgen dat ze ergens in de uitblinken. Ja. Dat ze heel begaafd of heel creatief of heel gevoelig. Daar kan je een tekstje voor gebruiken dat je hebt gestuurd. Ja. welk tekstje? Want... Sorry, ik wou je gewoon helpen. Nee, dat snap ik. Nou, dan komen de kandidaten, drie stuks. Anderen heel bijzonder. Ja. Is Tomer? Tomer. Ja, Pawlowski. Tomer Pawlowski. Die staat hier naast me. Nou, dan krijg je die wedstrijd. Ja. Ze moeten van alles. Ja. Doe maar uit je hoofd. Ja. Wie is te lachen kan. Wie is het grappig. Wie heeft het meeste vrienden. Wie kan het snelste muziekinstrument spelen dat je nog nooit aangeraakt hebt. Het gaat per slot van rekening om het beste en het slimste. En dan telkens die flashbacks over hun leven. Spelen ze allemaal hun Ja, die natuurlijk apentrots zijn op hun kinderen. Die er van alles doen om die talenten te ontwikkelen. Paul, je hebt het helemaal in de gaten. Wat vind je eigenlijk van het boek die je gestuurd hebt? De inspiratie voor vandaag. Ik heb een indruk, dus ik heb zo een beetje doorheen gebladerd. En je van die dolfijnenmannen? Ja, die zwemmen heel leuk mee. En die Amerikaanse tijgermannen? Nou, ik vond dat verhaal met dat meisje met die 100 uur moest oefenen op haar saxofoon per week. Saxofoon? En dat saxofoon? Is ja. Nee man, de viool. Er wordt in dat hele boek niet gepraat over een saxofoon. Oh ja. Nee, sorry. Elke dag moet ze uren oefenen, want die moeder die neemt dus met minder dan Carnegie Hall geen genoegen. Hè? En als zij niet tevreden is, dan eist ze dat het de volgende keer perfect. Anders neemt, zegt ze, ja. Ik neem al je knuffelieren af en ik verbrand ze. Ja. Geen vriendjes thuis, geen slaapvriendjes, geen verjaardagspartijtjes. Allemaal nutteloze afleidingen. Ja, nou kijk Lisbeth, soms denk ik ook wel eens, ik bedoel ik heb nu zelf een zoon en als je daar dan naar kijkt, dan denk je, ja maar je moet wel De lat ligt wel hoog en je wil als ouder te... Maar weet je, maak niet te ernst. Gewoon, je moet wel een beetje om te lachen blijven. Ja, nee, dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Lisbeth, maak je geen zorgen. Ik bedoel, het wordt iedereen duidelijk dat gewoon een idiote, absurde voorstelling wordt. En ik vind dat idee van die doorgedraaide presentator en dat idee dat die kandidaten dan uiteindelijk... Heel fijn dat je me helpt. Ja, en het hoort ook een beetje bij, hè, als je artistiek leider wordt. Dus niet afhankelijk van. Ja,
En nog één ding, Paul, wat heeft je voor het einde, de uitsmijter, zeg maar? Nou, kijk, we hebben Chebo, dus daar ben ik in principe mee in gesprek. Dus die komt op een gegeven moment... Oh, kan hij dan die monoloog op zijn eigen manier goed verleden doen? En dan komen die 12 violisten op en spelen, ja. Heel mooi. Ja. Terwijl ik 300 gekleurde ballonnen heb gekregen. Paul, ik vind het zo fijn om met jou te brainstormen. Zo'n einde, want ik zou het nooit kunnen bedenken. Maar ja, ja, doe me van deze tijd. Lisbeth! Kom, we vangen aan. Ja, ja. Sorry, kom ik gelijk. Paul, sorry. Ik moet naar de repetitie. Doe ze allemaal heel veel groeten daar. Ik denk aan jullie en ik verheug op de foto's na afloop. Ja. Oké, okay. Cheers. Doei. De toneelmakerij speelt komend seizoen jazz dus voor 6+ regie Paul Kniering. En leuk, een voorstelling over de druk om altijd de leukste te moeten zijn. Regie Lisbeth Kooltof.